Cheers. Cheers, Bob. Hey, fantastisch dat we hier te gast mogen zijn bij jou in dit geweldig mooie familiebedrijf. Ja, we zijn hier bij Koninklijke de Kuiper, anno 1695. Hoe is het begonnen? Kan je daar iets over vertellen? Nou, de naam zegt het al, hè? We zijn de Kuiper, we zijn Kuipers. En we zaten niet hier in Schiedam, maar in de Peel, in Limburg, in het plaatsje Horst. Het ligt naast Amerika, zoals iedereen weet. En daar waren wij Kuipers. En de tweede generatie die vond dat te armoedig, was het ook, in de Peel in die tijd. En die is, heeft de stoute schoen aangetrokken en die is naar de grote stad getrokken. Dat was toen nog een klein stadje overigens, Rotterdam. En is dus, ze heeft zich gevestigd als Kuiper in Rotterdam. Want je mocht de stad alleen maar in als je een vak beheerste. Dat lijkt een beetje op wat we in Nederland nu ook aan het doen zijn. Als je een vak beheerst, mag je naar binnen. Dat was toen in Rotterdam ook. En hij is zich daar gevestigd als Kuiper. En is dus daar bezig geweest. En de generatie daarna is aan de slag gegaan met de inhoud van die vesten. Juist. Jenever. Juist. Ja. Dus jullie zijn een echt traditioneel familiebedrijf. Maar je leeft in meer dan 100 landen. Het heeft zich echt ontwikkeld als een internationaal bedrijf. Ja. Wat is de sleutel van het succes geweest? Nou, eigenlijk dat internationale, dat zal iedereen verbazen. Maar dat is het. We zijn voor het eerst in Nederland gaan leveren in 1920. Dus vanaf het eerste moment dat wij met Jenever bezig waren, exporteerden we. En dan was het, in die tijd waren dat de Engelsen die het product afnamen. En het werd toen ook beschouwd als een medicijn. Er zat jeneverbes in en dat had medicinale werking. En het werd dus ja, in flinke hoeveelheden door Engelsen afgenomen. En die zaten over de hele wereld. En dat betekent dus dat het naar Canada ging, naar de Verenigde Staten ging, naar Nieuw-Zeeland, Australië. Naar India in die tijd ook. Daar hebben we ook nog heel veel flessen van ons gevonden. Het voormalig Ceylon, hè, Sri Lanka. Ook allerlei jeneverflessen in de grond aangetroffen en nog steeds, denk ik. Dat was ons gebied. Dus jullie zijn een van de oudste multinationals van Nederland eigenlijk? Kan je zeggen, ja. Zeker. Ja. Want ik denk dat onze collega's zich in eerste instantie veel meer op Nederland hebben georiënteerd. Ja. Juist. Dat betekent dat het onze marktpositie in Nederland ook al relatief bescheiden is geweest. Ja. Ja. Nou ben je zelf 31 jaar verbonden geweest aan het bedrijf. Ja. Wat heb jij in de Kuiper teweeg gebracht waarvan je zegt, nou, daar ben ik nou echt trots op? Nou, als je naar het tijdsbeeld kijkt, ik ben begonnen in de eind 70er jaren. In die tijd was het toch een echt traditioneel bedrijf. Jenever en de lokale producten waren belangrijk. Natuurlijk hadden we ook al wat likeuren, want dat is begonnen al voor de Tweede Wereldoorlog. Maar wat er echt is gebeurd is dat we dus van een traditioneel jeneverbedrijf in, laten we zeggen, een tiental jaren zijn helemaal omgeschakeld zijn naar een likeurenbedrijf. Want als je dus achter me kijkt, je ziet natuurlijk al wat jenever staat, maar de meeste flesjes, dat zijn allemaal likeuren. En dat is nu onze business. Wij staan niet voor niks in deze ruimte. Deze ruimte is voor bartenders. Wij zijn de toeleveranciers van iedereen die cocktails maakt. Dat is dan ook een heel breed palet, alle smaken die je maar kunt bedenken. En die bartenders komen hier om ons ook te vertellen welke smaken ze willen hebben. Dus dit is waar we nu staan, is een werkruimte. Dat is niet omdat we aan het eind van het werk willen borrelen, maar hier wordt dus de hele dag gewerkt. Juist. En dat is ook letterlijk zo. Juist. Dus die likeuren, dat is eigenlijk de kracht van het bedrijf? Ja, dat kun je zeggen. Ja. We zijn een likeurenbedrijf. Als ik mensen ontmoet, de Kuiper, oh, van jenever, roepen ze dan. Ja. Ja, dan moet ik ze dus hier naartoe uitnodigen en dan zien ze heel snel dat dat niet het geval is. Maar wij zijn dus echt een likeurenproducent, ja. Maar je hebt nog steeds wel jenever, toch? Ja. Ja, en we hebben ook sinds kort een heel mooi merk Rutte in ons bezit. Dat is ook heel mooi. Dat is een aantal jaren geleden hebben we dat overgenomen van een aantal investeerders. Daar zijn we ook heel trots op, want dat is ook een prachtig oud product. Bob, je hebt na 31 jaar afscheid genomen als algemeen directeur. Ja. Hoe doe je zoiets, afscheid nemen van het bedrijf? Nou, dat doe je door aan te kondigen dat je niet met pensioen zult gaan bij je bedrijf als je begint. En dat is ook letterlijk zo gebeurd. Toen ik begon, ik was nog dienstplichtig. Ik moest na mijn studie nog de militaire dienst in, dus ik ben daarna hier begonnen. En toen heb ik gezegd, ik wil in ieder geval niet toen nog 65 zijn en weggaan bij de Kuiper. Dus ik had toen al de afspraak, ook de contractuele afspraak, dat ik met 62 zou weggaan. Maar ik heb er ook onmiddellijk bij gezegd, het kan best wel wat eerder zijn. Want ik vond toch dat als je dus bij een familiebedrijf begint, dat je ook ergens jezelf de tijd moet geven om iets anders te doen naast het familiebedrijf. Dus toen de gelegenheid daar was, en dat was in 2008 eigenlijk voor het eerst, toen heb ik mijn raad van commissarissen gezegd dat ik
het wel een mooi moment vond om het over te dragen. Er waren ook een paar mooie projecten achter ons. We hadden net een overname gedaan, Mandarin Napoleon. Dat hebben we toen net overgenomen. Nou, ik vond het een mooi moment om op dat moment tegen mijn raad van commissaris te zeggen van... ik ga eens wat anders doen. En toen hebben we dus iemand gevonden die het van mij heeft overgenomen. Want we zijn een familiebedrijf, maar de volgende generatie is nog te jong om eindverantwoordelijk te zijn. Dus we hebben nu iemand die voor een bepaalde periode algemeen directeur is, maar niet een lid is van de familie. Ben van Doesburg. Is dat voor de eerste keer dat iemand van buiten de familie op de eindverantwoordelijke positie zit? Nee, het is niet de eerste keer. Want mijn voorganger was ook iemand die voor een bepaalde tijd, tussen mijn vader en mij, was hetzelfde situatie. Ik was te jong om eindverantwoordelijk te worden. Het was ook wel een overgang van het bedrijf van traditioneel naar wat modern. Nou, dat gaat ook niet altijd even makkelijk, dus er was een cultuurslag nodig. Nou, die moet je niet doen als je te jong bent. Dus ik ben tot mijn 40ste ongeveer commercieel en marketingdirecteur geweest. En pas daarna algemeen directeur. En in die periode heb ik samengewerkt met Frans Auer. En die is mijn leermeester geweest. Hij was algemeen directeur. Hij was iemand die uit het marketingvak kwam. Wij zijn marketeers. We hebben Unilever gewerkt onder andere. En wij hebben met z'n tweeën dus samen een jaar of 10 gewerkt. Heel plezierig. En dus ik had goede herinneringen aan dat systeem. Ik dacht, nou, dat wil ik ook voor mijn zoon zo organiseren. Voor mijn zoons inmiddels, want er zijn er 2 die in het bedrijf werken. Is dat ook een belangrijk advies wat je hebt aan andere familiebedrijven? Want opvolging is toch een heel lastig moment, hè? Ja, ik denk, er is natuurlijk altijd wat vrees bij familie. Dat als je iemand van buiten naar binnen haalt, dat dan de familie zich wat vervreemdt van het bedrijf. Maar in ons geval was het ook echt vanaf het begin voor een bepaalde tijd. Het waren ook letterlijk contracten voor een bepaalde tijd die we afsloten met de personen. En de familie is wel werkzaam in het bedrijf. Dus je bent als familie nog steeds verbonden met het bedrijf. En ik denk dat het een hele goede methode is om ook zeg maar wat uit de traditie van de familie weer eens wat nieuwe ideeën in je bedrijf te introduceren. En Ben van Doesburg is ook zo'n persoon. Die heeft het vak geleerd bij Procter & Gamble. Heeft bij Mattel gewerkt en ook in onze branche daarna nog actief geweest, vrij lang. En is vervolgens bij ons gekomen en brengt dus ook weer hele goede nieuwe kennis binnen. Dus het is ook verstandig om een volgende generatie niet te jong aan het roer te zetten. Zelf te lang te blijven, want dat is natuurlijk de consequentie. Je kan het oplossen door zelf heel lang te blijven. En daar ben ik dus ook een tegenstander van. Ik denk dat je niet moet wachten tot het moment dat iemand tegen je zegt, het wordt tijd dat je weggaat. Dan is dit een heel goed systeem. En in meerdere opzichten dus. Maar ik kom zelf ook uit familiebedrijf en ik heb daar van alles meegemaakt. Maar wat ik altijd heb geleerd is dat, ja, hoe bepaal je nou eigenlijk het juiste moment, hè, om te gaan? Of op te stappen, want dat is toch moeilijk? Ja, dat is natuurlijk altijd een reden waarom je moet blijven. Ja, dus, precies. Ieder moment kan dus. Ja, ieder moment kan. Kijk, het is niet helemaal waar. Als je echt midden in een acquisitietraject zit, ga je natuurlijk niet weg. Dat doe je niet. Maar, nee. Maar er is natuurlijk altijd wel iets waarom je kan zeggen, ik blijf liever nog even. Dat kan iedere ondernemer bedenken. Ja, ja. Jij hebt dat ook bedacht waarschijnlijk. En ik ook wel. Maar op een gegeven moment, als je jezelf hebt voorgenomen om het echt te doen, dan vind ik ook dat je het moet doen. Ja. En ik heb ook geen moment spijt van gehad. Geen moment. Nee, want het gaat heel erg goed. Ja, ja. Nou, dat is een heerlijk gevoel. Hè? Dat het goed gaat met een bedrijf. Ja. Is dat het zijn van een familiebedrijf daar een hele belangrijke randvoorwaarde bij? Dat het zo goed gaat? Nou, ik denk, ja, in het algemeen denk ik dat familiebedrijven, als je gewoon, er is ook steeds meer onderzoek naar, dat familiebedrijven dus, anders dan de perceptie van heel veel mensen, het heel erg goed doen. Familiebedrijven hebben toch een beetje het imago over zich dat ze te traditioneel zijn, te weinig vernieuwend zijn. Nou, het tegendeel is waar, want als je echt onderzoek daarna doet, dan zie je dat familiebedrijven juist heel innovatief zijn en vaak veel meer durven dan aan beursgenoteerde ondernemingen. Dus als het gaat om R&D en nieuwe ideeën, dan zijn familiebedrijven veel sneller. Ze kunnen snel beslissen. Het zijn ondernemers. En geen gezeur verder met aandeelhouders die misschien bang voor de risico's zijn. Je doet het gewoon. En je gaat ervoor. En je doet het met passie. Dus die vernieuwingsdrang die is bij familiebedrijven juist goed ontwikkeld. En dat is vaak toch mensen die familiebedrijven niet van binnenuit kennen. Het eerste wat ze roepen, ja, dat is wel stoffig, hè, zoveel generaties. Zeker als je dan in ons geval, ik ben de 10e generatie. Nou, dat moet wel een heel stoffig bedrijf zijn. Ja. Nou, kijk om je heen, dat is niet zo. Nee, het is hier super modern, het straalt echt de toekomst uit. Ja. Hoe beoordeel je nou of die volgende generatie diezelfde passie heeft
en diezelfde kwaliteit heeft om dat familiebedrijf weer een stap verder te maken. Ja, nou, dat is nu voor familiebedrijven, om het ook even toe te lichten. Ik ben, nadat ik dus gestopt ben bij de Kuiper, ben ik bezig met het adviseren van familiebedrijven. Dus ik ben commissaris bij een paar familiebedrijven. En een overdracht van een generatie is altijd lastig. Is altijd een moeilijk moment. Er zit emotie bij. Het moet zakelijk gebeuren, want je wil natuurlijk de goede persoon op de juiste plek hebben. En een vader zijn eigen kinderen laten beoordelen, kan niet. En het wordt nog veel lastiger als je de neefjes van je broer moet gaan, of dochters van je broer moet gaan beoordelen. Want we moeten wel even goed in de gaten houden dat dit ook een bedrijf is wat door vrouwen is geleid. In de 19e eeuw overigens. 30 jaar lang door een vrouw. Dus dat moet je objectiveren. Dus, het is een lastige fase, maar als je het goed organiseert, dan kan je een heleboel van de risico's die daar vastzitten, kun je vermijden. En dus de geschiktheid van een kandidaat moet je dus laten bepalen, niet door jezelf, maar door anderen. En dat kan je dus door een assessment doen, dat doen wij in ons geval. Familieleden die willen werken bij het bedrijf, er wordt gevraagd om toch een assessment te laten doen. Wat zijn de capaciteiten van de persoon? Want als je net bent afgestudeerd of nog maar kort gewerkt hebt, dan is dat nog heel lastig om dat te beoordelen. Ja. En de begeleiding van de familie moet je natuurlijk ook niet door familieleden laten doen. Dus we hebben afgesproken dat onze raad van commissarissen, die in meerderheid bestaat uit buitenstaanders, dat die dus familieleden beoordelen. Want toen ik hier begon, word je natuurlijk niet bekeken als de gemiddelde werknemer die hier begint. Dan word je natuurlijk heel anders bekeken. Dus je wordt ook anders beoordeeld door je baas die je dan op dat moment hebt. Ja. Want je bent toch uiteindelijk iemand van de familie en toekomstige aandeelhouder. En dan kun je er dus schif op innemen dat die beoordelingen toch niet helemaal objectief en goed zijn. Ik heb er in ons familiebedrijf echt wel een beetje zelf last van gehad dat ik zoontje van de baas was. Herken je dat gevoel? Ja, als je begint in zo'n bedrijf heb je dat gevoel zeker. Hangt ook een beetje natuurlijk vanaf wat de rol van je vader op zo'n moment is. Mijn vader was ook zo verstandig om dus niet te lang te blijven. Die was 62 toen hij stopte. En zoals ik al net zei, als je dan vervolgens met een buitenstaander doorgaat, dan kun je dus in een andere rol dan de eindverantwoordelijke in het bedrijf laten zien wat je waard bent. En als dat dus goed gaat, en dat is dus wel een voorwaarde, ja, dan ben je dat stigma natuurlijk snel kwijt. Daarom is ook in onze huidige situatie is het zo dat onze familieleden nooit direct vanuit de schoolbanken, ik wel, maar de huidige generatie die dus nu eraan komt, die mogen pas aankloppen bij het bedrijf als ze al een bewezen carrière achter zich hebben. He, want ik wist ook niet precies waar ik nou precies goed in was en wat ik leuk vond. Want ja, alles is natuurlijk leuk. Ik heb bedrijfskunde gestudeerd en marketing vond ik op zich wel een heel erg leuk vak overigens. Maar dat ontdek je pas als je het gaat doen. Ja. Als je dan bij je familiebedrijf begint en je ontdekt dat je dus niet geschikt bent voor je familiebedrijf, dan is dat heel vervelend, want dan voel je je toch bezwaard. En dan als ze je vragen om weg te gaan, dan weet iedereen dat nog voor de rest van je leven. Terwijl als jij bij iemand anders begint en ze zeggen, nou, je bent niet geschikt voor deze baan, ga maar ergens anders iets zoeken, is iedereen het na een maand vergeten. Ja. Dus je moet, dus dat principe hebben we hier ook in geïntroduceerd om te voorkomen dat je dus toch te veel het stigma krijgt van het zoontje van de baas. Of de dochter van de baas, denk erom. Juist. En dit soort afspraken, hè, hebben jullie die nou formeel vastgelegd? Hebben jullie een handboek of hoe zit dat? Nou, de afspraken die ik net noemde rond werken bij het bedrijf als familie, die zijn redelijk geformaliseerd. Dat is overigens geen dik boekwerk, dat zijn een paar A4'tjes. En dat is dus met name ligt daar een rol bij de Raad van Commissarissen bij ons. Wat inmiddels ook is gebeurd, is dat de volgende generatie, dat is dus de 11e generatie, bij elkaar is geweest. En dan heb je het over een groepje van ongeveer 15 mensen. Variërend in leeftijd van de jongste zal 16, 17 zijn naar de oudste 34. Die hebben met elkaar een jaar lang nu een aantal sessies achter de rug, waarin zij hebben besproken met elkaar wat zij nou van plan zijn. En dat is vastgelegd in een familiestatuut. Juist. En dat is op dit moment, as we speak, is dat zo'n beetje klaar. Juist. En dat moet dan vervolgens nog even geformaliseerd worden. En in dat statuut staan dus een aantal ook spelregels die de familie zelf heeft bedacht. Ook rond thema's die we net bespraken. Ja. Maar nog veel breder ook. Ja. Je bent nu ook adviseur van familiebedrijven, je bent commissaris. Ja. Is dit ook je belangrijkste advies aan familiebedrijven? Ja, zeker. Ik denk als dat ontbreekt, toch set van afspraken tussen familie en bedrijf, dan moet je daar wel, het ligt een beetje aan de fase waarin zo'n bedrijf verkeert. Kijk, een,
Als je bij een eerste generatie bedrijf bent, een DGA-bedrijf, dan spelen hele andere zaken een rol. Maar als je in de tweede of de derde generatie bent, dan wordt het toch wel zaak om met elkaar, met name dat hele opvolgingstraject en het selectietraject, dat zijn hele gevoelige periodes, om daar van tevoren afspraken over te maken. Want als je dat van tevoren doet in een tijd dat er nog geen gevoeligheden zijn, dan is dat veel makkelijker. En daarna is het nog steeds vervelend, want als je op een gegeven moment die keuze moet maken, dan kunnen er best mensen teleurgesteld zijn. Maar dan heb je er in ieder geval met elkaar allemaal over gesproken. Dan kan niemand zeggen, want ik wist het niet. Ja, precies. Dan bestaan jullie al honderden jaren. Er zijn ook wel eens een keer moeilijke momenten, denk ik. Ja, ook in een familiebedrijf. Ja, zeker. Hoe ga je daar dan mee om? Wat zijn dan de spelregels? Nou, de moeilijke momenten zijn uiteraard ook economische tijden geweest. Ik vertelde net dat wij de toeleverancier waren van Engelsen en met jenever. Iedereen herinnert zich natuurlijk heel goed nog de tijd van Napoleon. Dat was in het begin van de 19e eeuw, eind 18e, begin 19e eeuw. Napoleon was in oorlog met de Engelsen. Dus toen hij hier de macht had in Nederland, was iedere handel met de Engelsen verboden. Nou, toen zijn we dus bijna omgevallen. Juist. Want toen moesten we echt andere wegen zoeken. Smokkel, bijvoorbeeld. Dat kan je niet op grote schaal doen. Dus toen is het bedrijf echt flink ingekrompen. Maar toen hij uiteindelijk was verbannen naar het eiland en Nederland weer begonnen is eigenlijk aan zijn koninklijke status. Toen is Nederland in een hele lange periode, dat realiseren zich mensen niet. Iedereen heeft altijd bij Nederland over de Gouden Eeuw. Maar de 19e eeuw is een hele stabiele, welvarende periode voor Nederland geweest. Ja. Met haast geen inflatie en heel veel welvaart, heel veel groei van welvaart. En wij hebben in die periode, dus na die hele lastige periode van Napoleon, hebben we daarna heel snel weer onze toptijd eigenlijk gehad in het eind van de 19e eeuw. Ja. Op dat moment waren we echt een van de grotere bedrijven ook in Nederland. Juist. Waar staat Koninklijke de Kuiper over 10, 20, 30 jaar? Wat is het droombeeld? Nou, we hebben natuurlijk ons heel sterk gefocust op die liqueuren. En we willen daar gewoon leading in zijn. Dus, ja. En dat betekent leading in de wereld. Dus, en dat is een groot gebied. Ja. En we hebben natuurlijk heel veel blinde vlekken. Er is overigens geen enkel merk in de wereld wat niet toch ergens zwak is. Hè. Zelfs Coca-Cola heeft zwakke plekken in de wereld. Maar wij hebben natuurlijk heel wat te doen nog. Ja. En we hebben landen waar we heel goed zitten. Japan bijvoorbeeld zitten we heel erg goed. We zitten verschrikkelijk goed in de Verenigde Staten. Omdat we daar al vanaf 1932 lokaal zitten. Met lokale productie onder licentie bij een collega van ons. En daar worden ook dit soort liqueuren, een iets andere fles, maar al die smaken die je hier ziet, die worden daar ook verkocht. Zijn we echt groot in, de grootste in Amerika. We zitten heel sterk in een aantal Europese landen. Duitsland is goed, Italië is goed. Finland zijn we met liqueur ook wel een van de leiders op het gebied van liqueur. Dus we zijn, als je vraagt wat is nou je passie en je droom, dan denk ik nou gewoon in de wereld de grootste liqueuraanbieder zijn. Ja. En de meest innovatieve. De distillerij, waar we straks nog eventjes wat van zien. Daar zijn we constant bezig met het ontwikkelen van nieuwe smaken. En dat is ook wat de bartenders willen. Want als er een cocktail uit is, dan moet je iets nieuws bedenken als bartender. En dan is het natuurlijk niks mooier als er toch iemand is die met passie voor het vak met een nieuwe smaak komt. We hebben lapsang op dit moment, thee als liqueursmaak. En lemongrass, dat zijn dus echt smaken waar je dus 10, 15 jaar geleden niet aan dacht. En die zitten bij ons nu in de fles.